De beste vriend van me, die ken ik al vanaf de kleuterschool, Kokkie. Die heb ik heel lang niet gezien. En ik zeg, wat doe jij nou tegenwoordig? Kwam ik een keer tegen. Ik zeg, wat doe jij nou tegenwoordig? Hij zei, ja, ik zit op de kokschool. Hartstikke leuk. Boeien me niet echt, maar hartstikke leuk. Hij zei, en ik draai. Draai? Zit die moet je maar een keer komen. Ben je ons op zolder? Ik zei, oké. Een mixer. Twee draaitafels. Staat er geen move. Maar, ja, toen wil jij een keer proberen. Ja, dat ging dus helemaal mis natuurlijk. Heel lachen. Ja. Maar ik vond het niet leuk. Helemaal niet leuk. Dus toen gingen we een beetje oefenen met z'n allen. En ja, je wilt toch niet achterblijven. En toen ben ik een beetje achteraan gekropen. En op een gegeven moment gingen we met z'n drieën, zijn buurjongen. En hij zelf en ik gingen we draaien in een buurthuis. Een jongerencentrum. En hadden we een soort disco op vrijdagavond. Mm. Dus vanaf daar gingen we naar de Sorba. Dus de Bachman disco. Kreeg hij een baan, ik hobbelde weer achteren. Dus daarna kregen we met z'n tweeën een hele avond. Want de vrijdag liep niet. Doen jullie maar wat, gaan we wat doen, probeer maar. We hadden een R&B hip-hop avond en die was binnen twee weken helemaal stamvol. Vrijdag van 10 tot 5 voor 50 gulden. Dat is leuk. En we hebben een vego daarna. En we hebben een drankrekening van 100 gulden. Dus met andere woorden, krom de deur uit, met lege zakken. Maar wel gezellig. Dat is echt zo'n draaitafel met één met een pitch en eentje zonder. Dus echt snaren aangedreven, je kent het wel. Een vriendinnetje die kwam eventjes op de tour van we gaan naar een housefeest in de Jan van Gaal. Ik zei, oh nou maar niet, bekijk jij het house goed. Dus toch meegegaan. En ja, als je er eenmaal binnenkomt, dus één vrijgevochten zo, je bent echt gek, helemaal super. Ik denk, wauw, wat gebeurt hier? Dat is heel, ik heb nog kippenvel is er een ding. Echt heel vaag. Een rode lamp en een blauwe lamp, stroboscoop rook. En alleen maar lachende mensen, dus helemaal geen ellende. Er gaat toch iets een knopje om dan. Dan denk ik, wauw, zo kan het dus ook. DJ dan, moet het ook nog? Ik zeg, ik ben al blij dat ik draai. Hij zei, nou, ik moet het nu weten. En dat was een hip-hop naam. Ik heet Fos van achteraan, dat werd Fusky, heel kinderachtig, maar hartstikke leuk. En er was er ook een plaatje in de winkel, stond erop, dat was King B. Back by the Optimum. En toen hoorde ik, it's the King B bus. Doe maar busfus, weet ik veel. Moet je ermee met die naam? Heb je je naam? Klaar, ga die flyer wel maken. Ja, toch? Dus ik heb niet echt geweten dat ik nu nog met die naam rondloop. Dus, wat ga je doen? We gaan kijk in de camera, meer mimiek. Meer mimiek. Even hier. Kijk, staat hij erop? Hij staat erop. Moet je horen? Oh, ik hoor. Dat is die oude. Dat is BC Boy. Voor de kijkers die het niet weten. Ik weet het natuurlijk al aan. Dat is oude Pavo. Hallo, Kees. Naakte wijven. Dat mag je toch helemaal niet in de kijkerpaal. Wat je koppen zien, man. Hoe heet die jongen ook alweer? Nou ja, Vincent van Gogh. Ik zie het aan zijn oor. Vincent van Gogh. Dat is Big Boy Wonder. Big alias. Boy Wonder. Alias. Alias. De hairdresser. Alias. Dit is de winkel. De ramen zijn beslagen. En ik stop er ook mee. Doei. Toedeloe. In Atlas, Amsterdam. Sorry, ik reclame heel lang. Toen moest ik die jongen die daar de house afdeling deed.
Die ging met zijn broer een restaurant beginnen. En ja, toen ging ik dat gaatje invullen met bestellingen en dat soort dingen. En, ja, ik kwam er al vanaf mijn 13e was ik al klant. En dan krijg je, dan mocht je ook inkopen doen en zo. Dus, en op een gegeven moment kwam er een of andere rare jongen binnen. Heette de Prophet, noemde hij zichzelf, heel raar. Die ging een plaatje kopen mij. En dat beviel me wel wat ik inkocht. En het was, vroeger was het echt zo van, niet zo'n plaatje, vind je goed, volgende. Nee, we mixten hem zonder koptelefoon en dat soort dingen. Dus dat vond de Prophet, Dof dus, die vond het wel helemaal interessant. Ik zei, je kan best leuk draaien. Ik zei, je misschien een keer om met mij te draaien. Ik zei, is goed. Ik zeg, gaan we proberen. Ik zei, waar dan? Ik heb binnenkort een feest. Zit die mijn collega DJ, Dano, nooit van gehoord toen. Die kan niet, die was gekozen, die was ziek, weet ik veel. Zit die, kan jij met mij ook voor hem invallen? Ik zei, doe maar. Even kijken. En dan zit hij gewoon wel met 6 draaitafels en 2 mengpanelen. Ik zei, oké. Nou, dat ging zo goed. Ja, perfect. Hij was samen met Dano, dus met Dano waar hij een soort DJ-teampje beginnen. En toen ben ik eigenlijk gewoon. Ja, niet met z'n tweeën, dus met z'n drieën. Toen begon de hele Dreamteam Ellen. Yo, Len. That says fucking Dano, fucking Gizmo. Gizmo's not in. What the? He's not coming anymore. Fuck. What is it? This is two. Yeah, fuck you. Listen. I go. No, man, that machine is unbelievable. Yes, I have witnessed the rise of a new testing device which DJs should watch out for. It's what called does it look like? The automatic drug dog. The vacuum, baby!